In deze video bezoeken we een slachterij die in 2016 failliet is gegaan. 2 jaar later is door de rechter een boete opgelegd van 24.000 euro voor het niet naleven van de hygiëneregels. Zo zouden varkens op de vloer van de koelcellen zijn bewaard omdat de ruimte te klein was. Ook zouden er slachtresten van de vorige slachtdagen zijn aangetroffen op de machines en de vloer. Iets wat echt niet moet kunnen. In 2020 is een vergunning afgegeven om voor 850.000 euro de slachterij te slopen. Hier hopen ze in 2023 mee te beginnen. Voor ons de perfecte kans om eens binnen te kijken. Binnen troffen we het hele slachtproces aan, maar deden we ook echt een bizarre vondst. Wat we allemaal aantreffen en hoe dit allemaal in zijn werk ging, check je in deze video. Jongens, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van UrbexNL. We lopen momenteel op het terrein van een verlaten slachterij. En ik moet hier alvast een beetje mijn lamp erbij gebruiken. Want het is alweer een klein beetje donker hier zo. Jordi is ook mee. Jordi heeft hier al eerder is hij al hier al 2 keer geweest. Heeft ook een ingang. Dus we lopen hem achterna, want anders duurt het echt wel heel lang voordat we de ingang van deze locatie vinden. Kijk. Dit is dus ook de ingang die we nu moeten pakken. En dan sta je gewoon gelijk al hier. In de verlaten slachterij. Check even al deze haken. Waar al die dieren in de lopende band gewoon helemaal zo naar boven gingen. Als een heel proces zijnde. Hier zat waarschijnlijk een of ander waterspul in of zo. Waardoor al die beesten, waarschijnlijk varkens, allemaal in schoongemaakt werden. Ik denk dat dit een beetje het schoonmaakproces is geweest. Want ik zie het hier aan de zijkant, zie ik het ook al. Kijk, hier heb je ook al een soort van douche met borstels. Waar dus al die varkens door schoon werden gemaakt. En dat zie je dus hier ook. Want die rails, die loopt hier helemaal door. En die gaat dus vervolgens helemaal zo daarheen. Zodat alle viezigheid van die beesten, al het bloed en zo allemaal, dat het gewoon allemaal netjes eruit wordt gehaald. En dan kun je dat allemaal bedienen natuurlijk. Met al die knopjes. Kijk dan. Hoe bizar. Zoiets is. Dat hier gewoon zo loopt. Het is echt ongelooflijk. Kijk dan. Hier loopt de hele baan. Loopt dan zo helemaal verder. Misschien was dat wel de exportbaan die weer terugging. En waar daarna weer natuurlijk nieuwe varkens aangehangen werden. En dat het proces natuurlijk weer helemaal rondging. Maar kijk even deze haken. Het is echt wel heel raar om zo hier binnen te lopen. En ook in Nederland zijn er natuurlijk altijd verschillende onderzoeken geweest in zo'n slachthuis. Hoe dat nou precies gaat met de hygiëne. Hoe je deze dieren natuurlijk op een redelijke diervriendelijke manier natuurlijk doodmaakt, zeg maar. Hier bij deze slachthuis is het dus inderdaad ook gewoon helemaal fout gegaan. De hygiëne hadden ze gewoon totaal niet op orde. En uiteindelijk ging dit hele spul ging dus failliet in 2016. Eerder dan 2016 hebben ze al een controle gehad voor de hygiëne van dit hele pand. Dat bleek dus gewoon echt totaal niet goed te zijn. Daarna hebben ze dus nog een hercontrole gehad. En daar is het dus gewoon compleet misgegaan. En ik denk 1 week of 2 weken later, na die hercontrole, moest deze slachterij dus hun deuren sluiten. Kijk, hier komen die haakjes dus ook weer terug. En hier loopt die rails. Loopt natuurlijk gewoon helemaal naar die andere kant. Maar ik kan wel duidelijk zien dat hier gewoon brand is geweest. Ik denk dat dat gewoon na de sluiting natuurlijk is gebeurd. 2016 natuurlijk gesloten. Het staat natuurlijk al wel een aantal jaar. Staat het natuurlijk al leeg. Kijken of ik hierin kan. Ik zie hier ook weer een rails hangen.
En ik ben wel benieuwd waar dat dan helemaal weer heen gaat. Zo, het stinkt hier wel echt enorm erg. Oh, moet er echt niet te lang blijven. Maar ik denk dat dit, zoals je ziet, wordt het heel goed afgesloten met zo'n deur. Dat dit dus de koelcel was. Dat hier dus uiteindelijk, nadat het allemaal helemaal schoon was gemaakt, gesneden was, dat het allemaal dus hier in deze ruimte kwam. Je hebt natuurlijk nog veel meer ruimtes waar ze natuurlijk al die dieren in opsloegen. En hier heb je dus allemaal van die ruimtes. Check dit, hoe bizar. Om te zien dat hier gewoon in die tijd, voor 2016, hier gewoon zoveel varkens hebben gehangen. En dan geeft je best wel een heel raar gevoel als je hier zo loopt. Vooral omdat ik nu natuurlijk in mijn eentje loop. Ik heb een ander deel natuurlijk van deze slachterij opgezocht om even rustig natuurlijk te kunnen filmen. Maar dan denk je wel echt van jongens, waar zijn we überhaupt binnen? Nou, de anderen hoor ik al op de achtergrond. Waar zijn we überhaupt binnen? Wat is hier allemaal precies gebeurd? Ging dat allemaal wel op de manier zoals het natuurlijk is voorgeschreven? En natuurlijk voor de dieren het minst pijn deed. Dat is wel echt wat ik me afvraag. Natuurlijk gebeurt het allemaal niet overal, maar je wil natuurlijk wel dat die dieren gewoon zo min mogelijk pijn hebben. Maar dit is wel heel akelig, maar tevens ook wel heel bijzonder om hier zo rond te kunnen lopen. Kijk, hier heb je ook een bord. Hoe de hygiëne het beste moet doen. Schuimreiniging, werkvoorbereiding, voorspoelen, inschuimen en naspoelen. En dat heb je hier dus ook met desinfectie. Vloerreiniging, manuele reiniging. En dat heb je hier dus ook allemaal. Of wat voor bar je moet spuiten. Smelttemperatuur, resultaat voorspoelen. Varkensvet, rundersvet. Allemaal wat je daarmee moest doen. Hier, haarnetje moest je op, laarzen natuurlijk. Goed elke keer je handen wassen. En natuurlijk ook een waterpak aan, zodat er ook gewoon niks in het vlees natuurlijk kan komen. Kijk, je ziet de mensen daar, zie je natuurlijk ook bezig. En dit moest er gewoon allemaal top in orde zijn. Maar dit hadden ze gewoon allemaal totaal niet op orde. En daarom moest dit gewoon allemaal zijn deuren sluiten. Dit hele stuk was eigenlijk gewoon de laatste fase voordat ze dus hierachter, wat je net hebt gezien, dus in de koelcellen dus terechtkwamen. Hier deden ze waarschijnlijk de eindcontrole, dat ze alles even na konden kijken. En alles wat er niet goed was, dat ze dat nog konden wegsnijden. Maar je hebt ook natuurlijk nog ergens de stallen, waar dan al die varkens dus in zaten. En waar ze dus natuurlijk ook gewoon ja, werden gesneden, natuurlijk dood werden gemaakt. Dat gebeurde waarschijnlijk hier zo ergens achter. Dus we gaan kijken of we daar nog even achter kunnen komen. Kijk, aan deze kant hebben we dus ook een deel van de stallen. Kijk, je kan het al een beetje van buiten zien. Hier allemaal stallen waar alle varkens dus in zaten. Buiten heb je ook nog een deel. Ik denk dat hier ook wel ergens de vrachtwagens aankwamen met de varkens. En dan werden ze hier dus heen geleid. Hier, één voor één, werden de varkens dus deze kant op geleid. Ze gingen hier, door het kleine luikje, gingen ze zo heen. Kijk, één voor één, gingen ze hier. En dan hier zat een schuif dat eerst de ene moest en vervolgens moest de ander. En dan daarna gingen ze hier zo. In dit bakje, waar ze dus hier een machine in gingen. En vervolgens had je hier dus een koolstofdioxide machine. En zoals je net... Sorry. Sorry. En hier zag je dus net vanaf die kant dat ze hier dat bakje in gingen. En dan ging dat dus helemaal hier zo eerst naar beneden. Je kan niet eens het einde zien. En dan werd dit helemaal afgesloten, werd dit volgestopt met koolstofdioxide. En dan werd gewoon eigenlijk alle zuurstof werd dus uit die varkens gehaald. En dan stikten ze eigenlijk gewoon. En dat was het minst pijnlijke, was het voor deze varkens.
Nou, dan gingen ze hier met dat bakje. Gingen ze omhoog, daar zo heen. En dan kwamen ze dus hier uiteindelijk. Kwamen ze dus op die band, hier. En dan startte gewoon het hele proces. Tot uiteindelijk dus de koelcellen. Zo, nu is het tijd ook weer om naar beneden te gaan. Dit is ook gewoon echt iets van een nooduitgang geweest. Kom maar, ik ga wel eerst. Kijk. Ik wil het even zoeken. En dan zijn we nu hier ook weer buiten. En ik schrok gelijk wat daar buiten staat. Kijk dat ding. Een soort van gek schaapding of zo. Ik dacht echt, wat zit daar nou weer? Maar het is wel zo'n zweepje waarmee ze gingen slaan. Is dat een zweepje waarmee je gaat slaan? Ik zou jou pak hem eens op, dan zou ik jou eens even slaan. Nee, je hebt wel van die slagmensen aangezeten. Dat, als ze niet doorliepen in die hokken, staan ze met zo'n ding. Ja, dat heb je wel, ja. Nou, dat is... Maar deze kan ik wel gebruiken om jou nog even te slaan. Zo. Doorlopen. Kijk, maar dit is dus heel het buitenterrein nog. We zijn natuurlijk net, zijn we gelijk in één keer zijn we doorgelopen naar binnen. Maar kijk, de oude heftruck heb je hier nog staan. Om alle bakken en zo die je natuurlijk daar ziet. En op het terrein nog verder natuurlijk met vlees, met afval en allemaal van zulke dingen. Om dat natuurlijk te vervoeren. Kijk, en hier hebben we dus ook de ontvangst eigenlijk. Kijk dan, hier. Lijpe weegschaal. Check dit. Deze weegschaal, hoe gaaf die is. Alleen het blad van de weegschaal zelf is helaas weg. Oh, hij doet wel. Ja, klein. Oei, joh. Hoe dat ook zo rond draait, hè? Ja. Kijk hoor. Mijn maag is aan de knollen. Gelieve alle varkens met zichtbare afwijkingen. Kijk, daar staat er alleen. Met zichtbare afwijkingen te stallen in de quarantaine stal voor aparte slachting. Daar gaat ie. Het is toch weer grappig. Moet ik altijd jou hebben? Ja, zoom maar in. Kijk, en hier heb je dus ook dat hokje. Dat gewoon alles regelde. Als hier die varkens dus naar binnen kwamen. Maar je zag net natuurlijk op het blaadje staan dat varkens met bijvoorbeeld een afwijking in een andere stal gezet moesten worden. En zoals je dat dus hier ziet. Nummer 3. Nummer 5 volgens mij is dit. En... nog een ander nummer, en 1 inderdaad, ja. Dus alle varkens werden dus in een aparte stal gezet. En al die stallen, die zie je dus hier. Kijk. En het staat zelfs daar nog op het bordje. Kijk, quarantainestal. En daar staat logistiek slachting. Dus al deze hokken hadden dus verschillende nummers. Nummer 3, nummer 2, nummer 1. Waarschijnlijk zoiets. En dan konden ze dus elke keer... Oh kijk, het staat er ook zelfs op de muur. 7, 8 en nummer 9 staat hier. Nou, daar, nummer 3. Nou, dan moesten ze dus hier. En dan elk nummer werd dus apart daar naar de slachting gebracht. Jij moet kijken of het goed... Of kunnen ja, inderdaad. Zien? Jeffrey, die staat hier dus net op de weegschaal. En die weegschaal gaat gelijk naar 500 toe. Nee. Jij bent... Zal ik eens even kijken daar zo bovenin? Zo, die meter staat bijna helemaal onderaan, joh. Dat kan kloppen. Nee, ik zou ook eens erop gaan staan. Dan gaan we samen hierop staan. Hier werden dus alle... Wat zou hieronder zitten? Ja, die kan nu wel houden. Alle varkens werden hier gewogen. Kijk. Nou, niet allemaal, hè. 42. Oh, goed bezig, Mark. Nou, ik kan het niet zo goed zien, maar de weegschaal staat inderdaad op 42. En ik kan me ook wel... Voorstellen dat het klopt. Ik kan me ook wel voorstellen dat aan de hand daarvan, dus ook de nummertjes die je net daar op de tafel zag liggen, daarvan dus werd verdeeld wie waar kwam te staan. We hebben hier zo naast, hebben we nu weer een ruimte gevonden, dat ligt vol met allemaal stro. Maar er liggen ook wat andere dingen. En dit is echt heel smerig. Kijk dit.
hier liggen. Het valt echt mee, man. Dus nog de varkensoren. Met de nummertjes van de varkens. Ah, oh, dit is wel echt nasty, man. Ja. Het idee daar ook van. Al dat hooi natuurlijk om die beesten natuurlijk ook eten te geven. Ja, ik wil niet weten als dit daar ligt. Zal ik hem open doen? Ja. Wacht, ik kan ook die vriezer doen. Oh, nee. Oh, wacht, kijk, je zet er ook gewoon wat in die zakken. Het zit overal, zitten die oren in. Het zit vol. Ja. Zo, die lucht. Ja, wel. Gaan we die lucht ervan, man. Zo. Zou je in een stalletje terechtkomen? Zo. Oh, die lucht daarvan. Dat is echt niet normaal. In die vriezer, die ik net opende, zit nog vol met allemaal van die oren. Dat is, oh, dat is zo smerig. Ja. Ja, ik het stinkt lijp erg. Ik wil gaan weg. Ah. Ah. Dit was wel echt super erg om te vinden als laatste. Jordi was hier al geweest. Alleen het gebouwtje daarnaast stond de vorige keer de deur niet open. Dat was de eerste keer dat dus die deur open stond. En dan vind je gelijk zo'n bizarre vondst. En dat is toch eigenlijk echt niet lekker. Als je al weet wat hier natuurlijk allemaal voor erge dingen in deze slachterij gebeurd zijn, is dat toch wel echt het laatste wat je aan zou willen treffen in deze video. Dus ik ga ook bij deze weer de video afsluiten. Wij gaan er weer zo snel mogelijk vandoor. Dus vond je dit nou een super toffe video? Laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder in deze video. En dan check jou gewoon weer bij een volgende video. Later.